Ik ben Wim Rekermans, ik ben genomineerd voor de Vrijwilligersprijs 2020 van de gemeente Tilburg. Ik ben getrouwd met Pauline en heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Ik doe vanaf mijn militaire dienst eigenlijk bloed geven. Zodoende hebben we al ongeveer 300 keer bloed gegeven. Ook vanaf die tijd doe ik de EHBO. En daarna hebben we Lotus gedaan en de AED-opleidingen gevolgd. En na mijn pensioen heb ik dus de AED-onderhoud van Tilburg. Van de kasten zetten, de nieuwe en de oude bijhouden. Elektroden verwisselen, accu's verwisselen. Verder hebben we dus 24 keer 7 dagdienst, gewoon heel het jaar door. En lang daarna ben ik ook met ACZ met de fiets begonnen, met de duofiets met de cliënten. Toen we in Udenhout de duofiets kregen voor de bejaarden, heb ik daar ook op gestart. Omdat ik dan al 5 jaar ervaring had met de duofiets. En ook zag wat er aan moest gebeuren. Want ik heb 50 jaar in het fietsvak gezeten en daaruit kon ik ook dit aanpassingen doen. En daarlangs doe ik ook nog de rookmelders ophangen als vrijwilliger vanaf 2012. En daar hebben we zo'n ongeveer 150 opgehangen. En we werken ook nog met het energieproject hier van de Achterhoeve. Dat is allemaal wat we de laatste jaren gedaan hebben. En ik bedank al mijn stemmers op de... Op de prijs. Laat hopen dat ik mag winnen. En bedankt natuurlijk de jury dat ze me uitgekozen hebben om zo ver te komen. Dank u wel.